De regering van de Republiek Suriname heeft een nieuw staatsbesluit aangenomen. Getiteld Besluit Grondconversie 2023. Om de overdracht van domeingrond in eigendom te vereenvoudigen. Dit besluit, dat gisteren 31 oktober 2023 is aangenomen, is gebaseerd op artikel 13, lid 4 van het decreet Uitgifte domeingrond. Dit nieuw staatsbesluit heeft tot doel om de wijze van indiening en behandeling van aanvragen voor overdracht van de blote eigendom van domeingrond te versoepelen en overzichtelijker te maken. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor burgers om de blote eigendom van domeingrond te verwerven. In de samenwerking tussen het ministerie van LVV en het commissariaat van Saramaca worden middels een motorgrader afkomstig van het ministerie de zandwegen in de resorten Bayambo, Tijgerkreek en Calcutta aangepakt. In totaal zijn er 28 wegen in 3 resorten aangepakt. Het commissariaat zegt dat deze keer de brede zandwegen in deze resorten zijn geëgaliseerd wegens de grootte van de motorgrader. De smalle zandwegen worden de komende periode aangepakt middels een tractor. Het vervolg van het proefproject Stimulering van Erfcultuur, de Wanica, vond gisteren plaats, waarbij 274 buurtbewoners vruchten- en groenteplantmateriaal hebben gekregen van het ministerie van LVV. Dit is in het kader van het wederom stimuleren van de erfcultuur. De bedoeling is dat het ministerie van LVV dit project draaiende wil houden en in de toekomst meer fruit- en groenteplantjes wil aanmaken. Minister Prelaat Suudin van LVV zegt dat het project ook bedoeld is voor de mensen die weinig koopkracht hebben. Dat ze middels het planten van hun eigen groenten en fruit meer inkomsten genereren en geen kosten meer maken om deze voedingswaar te kopen.